De Tilburgse school is er de jaren heen natuurlijk veranderd in samenstelling. Als je kijkt naar de docenten die er zijn, studenten die er zijn. Maar één ding is denk ik wel gebleven, dat de doortastendheid van de Tilburgse school in het onderzoek dat ze uitvoeren of het onderwijs dat ze geven. Ik heb het idee dat het echt heel belangrijk is, wat mij ook geleerd is in Tilburg, om breed te kijken en ook door te prikken. Hè. Op problemen die misschien aanvankelijk heel simpel lijken, maar om die complexiteit te zien, die te ontrafelen. Ja, de Tilburgse school staat met de poten in de modder en doet daar een hele mooie academische saus overheen. Dus het onderzoek grijpt altijd terug naar de werkelijkheid waar ik nu ook dagelijks mee te maken heb en tilt dat net een niveautje hoger. Ik zou de Tilburgse school willen omschrijven als scherp, op het scherpst van de snede en ook confronterend. Actieonderzoek zou je kunnen zeggen, gericht op de vragen van vandaag, kijken naar datgene wat speelt en oplossingen bedenken en vooral ook veel mooie verhalen vertellen waarmee je mensen inspireren. Dat is prachtige wetenschap, vind ik. Namelijk wetenschap waar de brug wordt geslagen tussen de theorie en de praktijk. En echt kijken ook naar de dimensies achter de voor de hand liggende dimensies. Dus aandacht voor de beleving, voor spiritualiteit, voor echte motieven van bestuurders. Hè. Waar wij altijd heel erg in hebben geloofd, is dat onderwijs en onderzoek elkaar moesten inspireren in termen van de manier waarop je onderzoek doet en de manier waarop je onderwijs geeft. De onderwerpen die worden behandeld. En ook een poging om veel studenten ook te betrekken. Hè, ook in de inhoudelijke kant van je werk en in het onderzoek. Dus het zijn van een school, in de ware zin van het woord. Ik denk dat dat voor Tilburg altijd wel een unieke formule is geweest. Ja, het onderzoek van de Tilburgse school kan en moet heel erg relevant blijven. Dat merk ik nu ook in deze functie. Denk maar aan de actualiteit, vraagstuk over vluchtelingenopvang. Het helpt heel erg als er wetenschappers zijn die lokale bestuurders zoals ik ondersteunen, meedenken, terugkijken op dit soort hele complexe vraagstukken. In essentie staat die school als een huis.